We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 12 augustus. Tijdens de avond en nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel, mogelijk mist. Morgen 12 augustus zal er meer in de middag lokaal een enkele bui zijn. Alle districten zullen vanavond weinig bewolkt zijn en overwegend droog. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 12 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan verwachte maximale temperatuur.